Zullen we het gaan onthullen? Wout, aan jou de eer. Haal het doek er maar af. Ja, het, prachtig. Het, goh, het is net of in een aflevering nu zitten van Sterren op het doek. Nou, dit is mooier dan die, hoor, vind ik. Ja, maar neem je mee naar huis of niet? Nou, dit is echt fantastisch. Ik weet niet waar ik een plek voor heb nog, maar daar gaan we even goed over nadenken. Maar prachtig gemaakt, zeg. Echt top. Ja, pontificaal boven de bank natuurlijk. Nou, slaapkamer misschien. Dit is namens 29, nou, inmiddels meer dan 30 lokale supportersverenigingen. Namens alle supporters willen we daarom vandaag aan iedereen bekendmaken dat je een standbeeld krijgt naast onze twee andere helden. Van Brahma, je krijgt een standbeeld. Wat vind je daar dan van? Ja, dus, wat moet ik zeggen? Ik ben 37 en ik krijg een standbeeld. Dat is best vreemd. Ja, dat is het. Het bekende nummer van de Beatles was al een klassieker in de Grolsvesten. Dat was nu helemaal nog in een persoonlijk jasje gestoken voor Wout Brahma. Het zal niet de laatste keer zijn dat we die klanken voorbij horen komen op deze avond. Obla di, obla da, Woutje Brahma. Dat hoort natuurlijk bij zo'n afscheidswedstrijd. En ondertussen zijn we ook begonnen aan de afscheidswedstrijd. Het kampioensteam van 2010, aangevuld met spelers die de beker wonnen in 2011 in de thuisshirts van FC Twente. Tegen Wouts All-Stars in de uitshirts van FC Twente. Van Wolfswinkel. De All-Stars beschikken natuurlijk wel over de wat fittere spelers. Die iets minder lang geleden gestopt zijn of nog actief zijn. Vandaar dat ze een overwicht hebben in de openingsfase van deze wedstrijd. Die overigens twee keer 35 minuten duurt. Dali met een dippertje, verlengd door Stoch, maar ingeleverd bij Wellenberg. Flap. Engelaar van Wolfswinkel. Geen strafschop, vindt Kevin Blom. Elia is het er niet helemaal mee eens. Voorzet van Wolfswinkel. Er was wel even contact met Ronnie Stam, maar hij gaat te makkelijk liggen in de ogen van scheidsrechter Blom. Elia zou het op snelheid moeten winnen van Wisgerhof. En het schot net aangeraakt door Peter Wisgerhof. De meest dreigende man in het eerste deel van deze wedstrijd. En opnieuw Wout Brahma. Tindalli. Mooi paasje op Blaise Kouffo. Eerste grote kans van de wedstrijd. En Kouffo tikt hem voorlangs. Mooie aanval van FC Twente. Elia. Zoekt weer Peter Wisgerhof op. Trucendoos gaat open. Mooi balletje breed van Wolfswinkel. Engelaar. En opnieuw de redding van Sander Bosker. Stam. De rest wil de bal in de voeten hebben. Krijgt hem daar ook. En geeft hem dan terug aan Ronnie Stam. Voor de goal Kouffo. Op Tindalli komt zich melden. Die staat helemaal vrij. Dwight Tindalli. Maait over de bal heen. Maar de kansen voor de kampioensploeg worden groter en groter. Alleen de afwerking laat de kampioensploeg in de steek. Van Wolfswinkel. Engelaar. Dat is ook een goed schot. Wordt van richting veranderd en dan gaat hij erin. Orlando Engelaar met wat geluk. En de 1-0 voor Wouts All-Stars. En Sander Bosker kansloos als het schot van richting wordt veranderd. En hij kan er gelukkig op lachen. Weinig druk op de bal. Dat komt er dan uiteindelijk wel. En dan is Wisgerhof de ongelukkige.
die de bal via zijn voeten in het doel ziet belanden. Daarmee Bosker op het verkeerde been. Oh, zelfs een toortje van Engelaar. Kenneth Perez. Buitenom Ronnie Stam voor de goal. Blaise Koufo, die wijst al waar hij de bal wil hebben. En dan krijgt hij hem ook. Blaise Koufo schuift hem naast. En bovendien wordt er gevlacht vanwege buitenspel. Trots van de mogelijkheid voor de Zwitserse Congolees. Theo Jansen met de voorzet. Weggewerkt Ramon Zomer. Stam. Via het hoofd van Peet Bijen opnieuw Ronnie Stam. Ditmaal goed verdedigd door Robin Prupper. Maar de druk van de kampioensploeg neemt toe. Theo Jansen. Iedereen wil dat hij schiet, maar hij komt met een paasje. En wat een geweldige goal van Brian Ruiz. Geen buitenspel. En de wezel uit Costa Rica kan het nog steeds. De topscorer in het kampioensjaar maakt ook een doelpunt in de afscheidswedstrijd van Wout Brama. En wat voor een. De assist van Theo Jansen en dit wippertje achter het standbeen langs. Heel fraai gedaan van de Costa Ricaan. Ah, achterloze voetbeweging. Ah, wat een klasse speler is het nog steeds. De tweede helft van de afscheidswedstrijd van Wout Brama. Die de rust heeft gebruikt om even een ander tenue aan te trekken. Waar hij in de eerste helft deel uitmaakte van de kampioensploeg. Zijn nu de aanvoerder van Wouts All-Stars. Van Wolfswinkel. Paas onderschept door Nasser Chadli. Koufo. In de richting van vak P in de tweede helft. Mooi paasje naar Nasser Chadli. Chadli. 2-1 voor de kampioensploeg. Nasser Chadli scoort de assist van Blaise Koufo. Lekkere binnenkomer van de Belgische vleugelaanvaller. Aanval begint bij Blaise Koufo. Dan staat Chadli eigenlijk al helemaal vrij. Is het schot te machtig voor Jeffrey de Lange. In de tweede helft de doelman van Wouts All-Stars. El Amari. En Ramon Zomer. Flap. Goed verdedigd door Douglas. Tindalli. Koufo. Nu komt de kampioensploeg er massaal uit. Vlag van de grensrechter blijft voorlopig naar beneden. Dus kan Nasser Chadli op weg naar zijn tweede van de avond. Chadli doet het zelf. Maar de redding is er van Jeffrey de Lange. Dan de razendsnelle omschakeling van Wouts All-Stars. 3-3 als ze het snel uitspelen van Wolfswinkel met een mooi paasje. Engelaar met het hakje. Is het dan een overtreding? Ja, zegt scheidsrechter Nijhuis. Normaal laat hij veel toe, maar deze actie van Douglas kan niet voor de beugel en hij wil meteen gewisseld worden. Is het niet eens met Bas Nijhuis. Inderdaad, voor zijn doen vrij streng fluit. Laten we nog eens kijken. Ja, je kunt ervoor fluiten, maar normaal doet Bas dat niet. Dat weet Douglas ook. Leek er buiten, maar het wordt een penalty. En dus kan Wout Brama scoren in zijn afscheidswedstrijd. En dat doet hij. 2-2. En hij gaat op de schouders. Wout Brama. En nu kan Douglas er toch wel om lachen.
is niet een penalty specialist, maar dit doet hij uitstekend. Hij schiet hem keurig in de hoek. Keeper de verkeerde kant op gestuurd. Elia. Hij zit net niet op maat, maar er is nog steeds een kans. En bijna Brahma met zijn tweede van de avond. Nog een keer. Ola John. Vleugelaanvaller uit Nijverdal met een mooie opening. Op Danny Landsaat. Voor de goal, Brian Ruiz. Kan de bal aannemen, terugleggen. Ola John. Geen ruimte voor een schot, dan wel Kufo. En de redding van Jeffrey de Lange. Flap. Michel Flap. Goeie redding. Kees Pauwen. Hij dus weer eventjes terug in de grolsvesten. Het paasje van Landsaat niet helemaal begrepen door zijn ploeggenoten. Maar alsnog de kans voor Chatley. Ah, heel mooi. Maar op de lat. Maar wellicht nog één aanval van de kampioensploeg van 2010. Ingeleid door Brian Ruiz. Die ook meteen positie kiest in de 16 meter. Die bal goed terugkrijgt. De bal was net te lastig om te kunnen controleren door de Costa Ricaan. En dan klinkt het eindsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis. De afscheidswedstrijd van Wout Brahma eindigt onbeslist. Hij scoorde zelf uit een strafschop. En was toch heel dichtbij de winnende treffer. Maar had pech met een bal op de paal. En dan zit het er echt op voor Wout Brahma. Bijna 400 wedstrijden voor FC Twente. Drievoudig international. En op een 37-jarige leeftijd komt er dan echt een einde aan de voetballoopbaan. Die jongen uit Almelo. Dan als laatste, dank jullie wel FC Twente. De club die met thuis was gedurende al die jaren. Jullie hebben me als 12-jarig jongetje de kans gegeven om te mogen dromen. En op mijn 37e kan ik met een gerust hart zeggen dat al mijn dromen zijn uitgekomen. Ik zal dat nooit vergeten en het rest van mijn leven met een ongelooflijk gevoel van trots op terugkijken. Dank jullie wel. Dan is het nu echt tijd om definitief afscheid te nemen van het veld. Bedankt voor alles. Tot ziens op de tribunes. En onthoud, al worden we laatste of degraderen we. Al spelen we bij de amateurs. Onze club blijft FC Twente. En onze liefde verandert nooit. Dank jullie wel voor alles. Wout Brahma, bedankt voor alles.